Hallo alumni van Tilburg Universiteit. Mijn naam is Gert Lamerichs en ik sta hier in Oeganda. Oeganda is een van de mooiste en een van de armste landen op het Afrikaanse continent. Oeganda heeft een bevolking van 40 miljoen mensen, waarvan de helft jonger is dan 15 jaar. Daarnaast heeft het een nationaal inkomen van 700 euro per persoon per jaar. Het is dus een ontzettend arm land, maar door de snelle groei is het een ontzettend dynamisch land. En in dit dynamische land ben ik begonnen aan het opzetten van een project dat de medische zorg in landelijke gebieden wilt verhogen door het verlenen van fietsen aan medische vrijwilligers. Ik ben naar het land gekomen met een visie op ontwikkelingssamenwerking. En in outreaching heb ik het belang van een visie geleerd. Een visie stuurt. Een visie geeft de groep motivatie en een visie geeft de groep een richting waar het naartoe moet. Daarnaast kan een visie voor zowel de groep als de persoon die visie heeft een meetlat vormen voor wat vooruitgang is en ook prestaties meten en in perspectief zetten. Mijn visie op ontwikkelingssamenwerking is dat je moet leren om te luisteren naar de andere partij. Je moet beseffen dat je als buitenstaander binnenkomt en dat het dus betekent dat hoewel jij heel veel kennis binnenbrengt, je ook nog steeds heel veel lokale kennis mist. Daarom is het zo belangrijk om te luisteren naar de lokale bevolking en de mensen die hier al langer aan het werken zijn aan het ontwikkelen van hun eigen land. Praktisch gezien merk ik dit door te luisteren naar mijn Oegandese collega's, te waarderen wat zij in te brengen hebben, dat te laten zien in de rapporten en de stukken en de ideeën die je ook inlevert en aflevert bij hun. En wat ik merk is, zodra je dat doet, zodra je laat zien dat je bereid bent om met hun samen te werken in plaats van te vertellen wat ze moeten doen, dat ze je heel veel teruggeven. En dat je ook echt kunt werken naar het ontwikkelen van zo'n land en een project. Outreaching heeft mij geïnspireerd om naar het land toe te komen. En outreaching heeft mij ook geleid in het bepalen van die visie. En daarvoor zou ik u heel erg graag willen bedanken. En ik hoop ook dat u die steun die u mij heeft gegeven zal voorzetten in de aankomende jaren. Omdat het mijn leven heeft veranderd. En ik weet zeker dat het leven van een hele hoop andere mensen ook nog zal veranderen. In positieve zin. Vanuit Oeganda zeg ik dank jullie wel en houdoe!